Goedenavond, we zijn er weer bij de manschappenopleiding van Klas Woerden. Mijn naam is Sjaak Haasnoot en ik sta hier vanavond naast Robert Hopzak en ik ben van POS Benschop. Hey Robert, kun jij vertellen wat hebben we vanavond gedaan? Vandaag zijn we op de beroepspost Tolstee geweest. Ja. Rondleiding gehad, wezen kijken wat het verschil is tussen vrijwilligerspost en hier. En wat is het grootste verschil tussen een vrijwilligerspost en de beroeps? Ja, dat is toch wel de leefomgeving, faciliteit wat ze hier hebben. Ze kunnen verschillende dingen doen. Ze hebben een mooie huiskamer, slapen, ze kunnen douchen, keuken, ja. een gym hebben ze. Ja. Ja, dat zijn toch wel een groot verschil. Ja, dus eigenlijk een complete woning, ja. En een kazerne in. Ja, zeker. En hebben ze ook nog een beetje verteld wat het grote verschil is met een stad en tegenwoordig, de huidige tijd? Nou, het verschil wat je wel hoort is dat ze vroeger inderdaad veel langer over deden. Vroeger hadden ze grote branden. Dat komt zeker omdat in deze tijd iedereen heeft bijna wel een mobiel. Dus je bent snel een alarmering. Die jongens die zitten hier met een minuut in de auto. Dus de kans dat het groter uitslaat, die wordt alleen maar klein. Ja, ze zijn er snel bij, worden snel gealarmeerd, zijn snel te plaatsen. Hey, vervolgens zijn we ook nog naar de alarmcentrale geweest. Ja. Wat hebben jullie daar opgestoken? Ja, ontzettend interessant. Dan kan je eens zien wat er inderdaad tussen het telefoontje gebeurt en het moment dat we opgepiept worden, dan was mooi om te zien. Ja, en begrijp je nu ook een beetje beter hoe het eraan toe gaat en waarom sommige dingen soms gebeuren? Ik begrijp het een klein beetje, want het is toch wel ingewikkeld. Maar wel een stukje verhelderend geweest. Ja, zeker weten. Top. Nou, dit was hem weer, de vlog van deze week. Volgende week zijn we er weer. Mocht je opmerkingen hebben of vragen, zet hem onderin de balk en wij zullen ze de vragen beantwoorden. Tot volgende week.